het is woensdag, maar ik dacht ik begin alvast met vloggen, want ik heb vandaag een heel leuk pers-event. Ik ga namelijk naar een pers-event van Disney. Nou, hoe leuk is dat? Ik ga daarheen met Niels en met een vriendinnetje en haar twee kinderen. Want dat is gezelliger, dat had ik bedacht. En ook, ja, ik weet niet... Ja, ik ben nog nooit met Niels naar een pers-event geweest, dus ik weet niet goed hoe dat dan werkt. En ik dacht, nou, ook uit praktische overweging had ik bedacht dat dat heel handig was. We gaan het merken. Het is van een nieuwe serie van Mickey and the Roadster Racers. Ik had het nog nooit van gehoord, maar Mickey Mouse, die ken ik uiteraard wel. Dus daar gaan wij straks heen. Het is in Amsterdam. En ik ga eerst haar ophalen in Nieuwegein. Dus ik ga eerst de andere kant op rijden. En ik ben echt al een held op sokken als het gaat om autorijden. Maar goed, daarnaast ben ik niet helemaal lekker. Dat hoor je misschien ook wel. Ik ben echt super verkouden en rillerig en ik weet het niet. Nou, Niels ook. En we hebben slecht geslapen vannacht. Maar goed, we houden moed. Mijn moeder is nu even met hem naar de bieb. En ze zou als goed rond 12 uur thuis en dan kan hij naar bed. En dan kan hij daarna fris en fruitig mee de auto in. Maar we gaan dus met drie kinderen, met kinderstoeltjes en dan mijn collegaatjes. Ik hoop dat het allemaal gaat passen in onze auto. Het is nu iets voor 12, dus mijn moeder zal zo wel terug zijn. Ondertussen was ik even aan de site, maar we dachten ook vooral Niels wakker houden. Want ja, hij moet nu straks gewoon goed slapen, zodat hij bij het event fris en fruitig is. Dus ik ben heel benieuwd, dus ik neem jullie mee. En verder dit weekend, ja, ik denk niet dat ik morgen ga vloggen, is gewoon een normale donderdag. En vrijdag hebben Sven en ik een feestje van Sven's werk in Rotterdam. Dus daar gaan we heen en daar slapen we ook in een hotel. En zaterdag, dus Niels gaat vrijdag naar mijn schoonouders. Zaterdag hebben wij Joep van het Hek 's avonds. Dus dan blijft Niels ook gewoon bij mijn schoonouders. En dan halen we hem zondag op, want dan hebben we zondag ook de verjaardag van Sven's moeder. En dan gaan we daar met z'n allen brunchen, heel gezellig. Dus dan halen we Niels op en dan combineren we het allemaal. Het past allemaal weer precies. Deze maand is wel de maand dat Niels gewoon echt heel veel uit logeren is geweest. Dat doen we normaal eigenlijk niet zo vaak. Maar ja, het loopt eventjes zo, is niet anders. Dit weekend heb ik niet gevlogd. Dat hebben jullie misschien ook, is het opgevallen, dat Pasen mist in de vlogs. En dat komt omdat ik natuurlijk steeds voorliep. En ik merkte dat jullie dat niet allemaal even fijn vonden. Dus ik ga nu, zitten er twee weken steeds tussen in plaats van drie. Maar dat houdt in dat ik dus ook een week heb overgeslagen. Toen dacht ik kan twee vlogs achter elkaar plakken, maar dat wordt het heel lang. Toen dacht ik kan mezelf ook gewoon een weekendje vrij gunnen. En dat leek me wel wat met Pasen. Dat is toch veel met familie en zo. En ik dacht, ja, om dat nou te filmen. Dus vandaar dat je nu Pasen hebt gemist. Dus we zijn weer een weekje verder. En dan lopen we dus nu minder ver achter. Ik weet niet wat ik verder aan het zeggen was. Mijn hoofd zit toch vol met derry. Ik ga eventjes wat spulletjes alvast pakken, zodat we als hij wakker wordt straks meteen weg kunnen. Ja, en ik neem jullie mee. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Zijn net terug van het event. Het was echt super leuk. Niels vond het fantastisch en de andere twee kindjes die mee waren met ons ook. Het was nog wel een hele heisa. We hebben in de file gestaan. We moesten nog op de vluchtstrook stoppen omdat het zoontje van vriendinnetje moest overgeven. Uiteindelijk heeft het volgens mij niet overgegeven, maar hij moest in ieder geval wel eruit, want het was echt lijkbleek en ze dacht dit gaat mis. En de terugweg was gewoon heel lang. En Niels en ik, we moesten eerst hen afzetten. En daarna hebben wij ook nog vrij lang stilgestaan. Maar goed, we zijn lekker thuis. Ik ga mijn make-upje eraf halen. Ik voel me echt... Ik had even echt neusspray en paracetamol zo erin gedaan voordat we weggingen. En nu denk ik echt... Oh, boah. Maar goed, het was echt heel leuk. Dus ja, super bedankt voor ons uitnodigen, Disney. Ik kreeg een superleuk pakketje binnen. In een envelop. Dus ik wil dat even gaan openmaken, want ik weet al wat het is.
En het gaat nu ook supergoed van pas komen, maar dat zal ik zo wel vertellen. Dus ik ga het eerst even openmaken. Die mensen kijken ook altijd even mee, hè, meer niet. Het is van hoesjesoutlet.nl. Daar zijn we het opgestuurd. Ik zal de link ook even onder in het artikel zetten. Maar ik heb dus 3 hoesjes. Als eerste deze. Die vond ik echt heel mooi. Dit zijn allemaal voor de Samsung S7, want die heb ik. Dit is een hoesje met een soort marmer en dan een beetje een soort zand. Ik zal hem zo even openmaken. Dit is gewoon een plastic hoesje met een roze gouden rand. En deze is helemaal fascinerend. Dit is een hoesje waar je ook je pasjes in kwijt kunt, maar niet in boekvorm. Dus ik ben heel benieuwd. Dit gaat mijn redding worden, hoop ik. Want dit is een mobile phone ring stand. En hiermee kan je dus je telefoon vasthouden, maar je kan er ook op neerzetten als een soort standaardje. Kijk, je ziet hier ook op dat plaatje. En je kan 360 graden draaien. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk, hier zie je het ook een beetje. Ik ben heel benieuwd, want ik zal het even vertellen. Excuses trouwens voor de ranzige geluiden en de stem, want ik ben echt mega verkouden. Vandaar dat ik ook geen mascara op heb, want ik heb heel veel traanogen. Maar ik was vandaag bij de dokter en ik heb een overbelaste pols. Deze, mijn rechter. Ik heb al een paar weken best wel last van mijn pols en ik dacht, nou, het zal wel. Maar op een gegeven moment dacht ik, het wordt steeds erger. Misschien moet ik toch even vragen of ik hier iets aan moet doen of ik weet het niet. Dus ze heeft gekeken en ze zei, je hebt een overbelaste pols. Dat schijnt vaak voor te komen bij moeders met jonge kinderen. Omdat je veel meer met je pols doet dan je normaal zou doen. En daarnaast natuurlijk ook gewoon nog werk. Dus je typt ook, maar je tilt ook dat kind de hele tijd. En je doet er gewoon veel meer mee dan normaal. Nou, ik merk bij bepaalde bewegingen, dus vooral bij, ik kan het niet goed voordoen, want het doet zeer maar een soort draaibewegingen. En met tillen, en vooral boven mijn macht, zeg maar, tillen. Of gewoon zware dingen. Dus wat ik nu doe, als ik Niels til, zeg maar, normaal til ik hem zeg maar zo onder zijn oksels. Maar nu doe ik het dan zo met mijn arm. Super praktisch, dus hou ik hem met links wel, zeg maar. Met links hou ik hem dan zeg maar zo vast, maar met rechts doe ik het dan zo. Als je me snapt. Ik moet hem nu zo min mogelijk belasten. Nou, ze snapt ook wel dat dat redelijk ingewikkeld is met een jong kind. Maar Sven moet meer gaan doen en ik minder. Dat is een beetje de... Ze was al heel blij met dit gebeuren. Maar daar toen dacht ik, dit komt natuurlijk super van pas. Want wat ik ook nu best wel lastig vind, is om mijn telefoon... Ik heb natuurlijk... Waar is mijn telefoon? Ik heb best wel een grote... Ik kan natuurlijk mijn hoesje laten zien. Ik heb best wel een grote telefoon. En zeg maar deze, dat pinkje, als ik daarmee iets vast moet houden, dat doet het ook zeer. Dus ik dacht, als ik nou gewoon hier ook mijn vinger door gaan steken. Ik heb geen idee of dat werkt. Maar volgens dit ding wel. Kijk, het is een soort ring om je vinger. Dan hoef je natuurlijk ook minder die hele bocht te maken met je hand. Dus super handig. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er even een hoesje omheen doen. Ik zal ze even allemaal laten zien. Ik ben er even bij gaan zitten met standaard, want dat is handiger met handen. Maar ik heb dus nu gewoon een normaal siliconen hoesje eromheen zitten. Gewoon zo een. Dit is mijn telefoon. Dit is dus de Samsung S7. Nou, ik ga natuurlijk eerst deze doen, want dit is mijn favoriet. Heel makkelijk omheen. Ik ben altijd wel van dat siliconen, maar het moet wel glad blijven. Nou, dit vind ik wel mooi. Jee. Het is een soort, het lijkt, want ik was even, ik wilde niet dat dit echt steentjes waren, want dan kan ik het weer niet makkelijk in mijn zak doen. Hij is heel mooi smal. Want het staat ook gewoon heel mooi, want dit is gewoon doorzichtig, maar dat het zo mooi bij mijn telefoon past. Jee. Deze ben ik al heel blij mee. Het heeft dus een roze randje. Waardoor die ook weer net iets roze... En hier heeft hij ook. Kijk. Kijk of je het kan zien. Dit is ook top. Kijk, en dit vind ik ook naar mijn werk en zo. Vind ik dit wel heel mooi. Want dit is dan toch net even een beetje mijn eigen twist. Maar weer niet zo aanwezig als bijvoorbeeld deze. Alhoewel deze ook prima naar mijn werk kan. En deze is wat groter. En deze hadden ze jammer genoeg niet in het roze goud. Maar deze klik je er ook heel makkelijk in. Dat gaat heel makkelijk. En deze is echt wel wat dikker. Maar deze heeft dit. Ik weet niet hoe dit werkt. Dit heet dus een slide case. En die kan je dan zo. En dan kan je dus hier je pasjes... Dan nog verder open. Dat valt een stuk uit. Dan kan je hier dus pasjes inschuiven. En dat vind ik nou handig, want ik was dus laatst aan het stappen.
En toen dacht ik, ik wil eigenlijk gewoon mijn pinpasje en mijn telefoon mee en that's it. En toen had ik helemaal geen zin om een hele tas mee te nemen. En toen dacht ik, hoe handig is het als je dat gewoon aan je telefoon hebt? Nou, ik heb even mijn Ethos klantenkaart gepakt. En die kan je er dan zo inschuiven en dan doe je hem dicht. Nou, is toch handig? Ik moet alleen nog een beetje worstelen met hoe je dat nou subtiel openmaakt. Want ik doe nu mijn nagel ertussen en dan schuif ik het. Maar dat moet vast beter kunnen. Maar dit is toch hartstikke handig? Het enige is dus dat hij dus wel wat dikker is, omdat hij hier dus je pasjes in kwijt kan. Maar dat is volgens mij hetzelfde, een beetje als met zo'n klaphoesje. En hij is er echt wel wat zwaarder door. Dat is het enige. Dus deze zou ik niet gewoon als mijn standaard doen, maar meer als je bijvoorbeeld gaat stappen, dat je dan, nou ja, heb je gewoon je portemonnee bij je. En denk, hier past ook gewoon nog wel wat briefgeld in. Vond ik super handig. Dus deze. Oké, ik heb hem even op het doorzichtige hoesje met die roze rand gedaan. En dit is dus echt fantastisch. Isn't she the cutest? Ik voel me redelijk belabberd. Ik probeer ondertussen wel Niels' spullen in te pakken en dat soort dingen. Maar, haat het. Ik ben ook echt super benauwd. Let niet op mijn prachtige koep. Ik heb een hele mooie clip in mijn haren. Ik ben me aan het opmaken. Ik voel me nog niet echt heel erg top, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb wel gewerkt vandaag, maar wel vanuit huis. Sorry, ik heb nog steeds echt mega kriebels aan mijn neus. Ja, je hoort het ook nog wel. Ik ben nog heel erg verkouden. En dit is dan nog met neusspray. Kan je nagaan. Dus ik weet ook nog niet zeker of ik met Sven meega naar het feest vanavond. Wat ik in ieder geval wel zeker weet is dat ik meega naar Rotterdam. Want we hadden al een hotelletje geboekt. En ja, dat vind ik ook zonde om daar dan niet heen te gaan. En ja, of ik nou hier op bed lig of daar, dat maakt natuurlijk niet uit. En we gaan even eten bij Fabiano. Dat vinden we altijd heel lekker. En dat is verder ook redelijk ongedwongen. Ik heb wel gewoon outfit mee. En in principe kan ik ervoor gaan. Maar ik laat het gewoon echt even afhangen. Want meestal wordt het 's avonds, is het 's avonds en 's ochtends het ergste. En 's middags gaat het wel. Dus het is nu iets over 5. Dus ja, ik weet het niet. Dus ik ga het zien. Verder was het gewoon lekker rustig dagje vandaag thuisgewerkt. Ik ben echt mega blij met dit ding aan mijn telefoon. Die ring. Het is alleen als je hem neerlegt, ligt hij een beetje hobbelig. Maar het is echt heel handig voor mij nu met mijn zere pootje. Ja, ik ga hem even verder opmaken. En dan nog even iets aan mijn haar doen. En dan gaan we. Dus Sven is denk ik zo thuis. Dus op naar Rotterdam. Wij zitten bij Fabiano. En ik wilde graag, normaal doe ik dan de bruschetta. Maar dan durfde ik niet aan met gewoon knoflook. Alleen ja, ze hebben allemaal kaas op de pizza. Maar ja, de rij voor de pasta is denk ik te lang, dat redden we niet, want we zijn niet zo heel goed. Maar niet smakelijk. Zo, nou Sven en ik zijn er klaar voor. Ik zal zo even onze auto laten zien. We hebben een foute feest. En daar gaan we zo naartoe. Sven is onherkenbaar. Maar herken je nog? Dat is wel grappig, want we zitten dus in een NH hotel. Dus ik weet niet hoe de gasten gaan reageren op deze charmante outfit. Oh, ze heeft zijn schoenen nog niet aan, maar ik zal het even laten zien. Dit is mijn outfit. Dit is een heel mooi prehistorisch. Ja, het kan mij niet zien, maar ik zal het even dit licht laten zien. Misschien kan ik het hier zien. Ja. Een mooi jasje uit de 70s of zoiets, denk ik. Het is een oud trainingsjack met blommen. En dit shirt is van H&M. En dan heb ik een heel charmant rosé-goud buiktasje. En ik heb gewoon een normale broek aan en dan mijn sportschoenen. En dan heb ik nog hele mooie palmbomen in mijn oren. Jazeker. En deze armbandjes. En deze mooie Brooklyn pet. En dan gaan we naar de showman van deze avond. Sven draagt een hele sensuele schakelketting. En nou ja, zijn Nike's en mooie witte sportsokken. We willen overigens niemand beledigen. En hij heeft heel mooi Bert's Bierhuis op zijn trainingsjackje staan. En deze hele mooie roze pruik. Blonde pruik. Ja, ik weet ook niet wat mijn haarkleur is. En Bert's Bierhuis, dat is het oude trainingsjackje van mijn moeder toen ze 100 jaar geleden volleybalde. En toen werden ze gesponsord door Bert's Bierhuis. Dus ja, wij zijn er een soort van klaar voor. Let's go. Ik neem de camera niet mee, want ja, het is Sven's werk. En nou ja, weet je, ik weet niet of iedereen er zo op wil staan zoals wij. Dus ik zie jullie morgenochtend weer. Goedemorgen, Sven is even aan het stuk gaan om iets op zijn telefoon.
We zijn weer alive en kicking. Het was fantastisch gisteren. Ik heb mij niet heel lang geslapen. Sven heeft helemaal lol. We hebben niet heel lang geslapen. Maar wel heerlijk. Dus dat is fijn. En ja, ik was gewoon om 8 uur wakker. En toen dacht ik, ik heb super honger. Dus nou, we gaan lekker eten. We hebben even haren gewassen. Het was echt een heerlijke douche. Dat ding dat had een soort draaiend massagekopsysteem. Lekker. Dit is wat ik aan heb. Deze trui van volgens mij de Hennes. Broek van Stradivarius. En deze laarsjes. Weet ik eigenlijk niet meer waar die van zijn. Bershka volgens mij. Ook al heel lang. Ik heb ook al opgemaakt. Ze is ook al fris en fruitig. En we gaan nu lekker uitgebreid ontbijten. Nom 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 nom. Weet je het wel, dat ding? Dit komt er echt niet in hoor. Dan ga even goedemorgen. 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 Ontbijtje, gang 1. Sapjes. Eet smakelijk. Lekker fruit. Moet je even kijken hoeveel ik heb gedanst gisteren. Of gelopen, zoals mijn stappenteller zegt. Ja, het was wel een mooi moment in mijn leven. 16,38 kilometer afgelegd. Jazeker. Ziet het er niet goed uit. 16.000 stappen ruim. Bijna 17.000. Vooral heel laat 's avonds. En ik heb dus vandaag al bijna mijn stappen gehaald. Want ik heb al 5,6 kilometer afgelegd. Vannacht ook nog. Dus eigenlijk hebben we gisteravond meer dan 20.000 stappen gezet. Woep woep. We hebben vertraging. Dus we zitten vanuit vertraging. Er rijden geen treinen naar Utrecht. Dus we moeten nu via Schiphol. We hebben een mega snelle trein. Heel snel. We zitten ondertussen dit boek te lezen van Lars Kepler. Reactievermogen. Sven, ik voel echt mijn man. Hij heeft Stradivarius kleding. Ja, match made in heaven. Zo, wij zijn weer thuis. We hebben lekker geshopt. Vooral eigenlijk voor Sven. Dus vanuit van mij zoveel hebben we gezien. Ik heb alleen maar 2 blusjes van de Bershka. En we zitten nu heel veel op de bank. De boodschappen worden zo bezorgd door Picnic. En dan gaan we om 8 uur naar Joep van het Hek. Oh, ik zie er wel een beetje blauwerd uit. En het helpt ook niet, hè, met het licht. Zo. Naar Joep van het Hek in de Schouwburg. Super veel zin in. En ook al zijn we wel een beetje kapot, dan willen we eigenlijk gewoon op de bank blijven liggen. Maar goed. Met de verkouden zo gaat het wel een stuk beter, maar ja, het is nog niet helemaal wat het moet zijn. Met Niels gaat gelukkig ook alles goed. En ja, wij gaan gewoon zo lekker naar Joep van Trek. Even kijken of we nog wat anders aantrekken voor de gelegenheid of niet. Basta, nom nom nom. Heel hard gerend, maar we zitten er. Bij Joep van Trek. Wij zijn net terug van Joep van Trek. Was heel leuk. Ik heb het helemaal niet laten zien wat ik aan had. Maar we hadden zo'n haast dat ik gewoon dit jurkje weer aan heb geschoten. Ja, het was echt een leuke. Sorry voor de rotzooi trouwens. Het is echt allemaal. Moet ik even opruimen. Ja, het was een hele leuke show. We kwamen onze buren nog tegen. Die zaten een paar stoelen voor ons. Dus dat was wel grappig. En nu zijn we echt kapot. Het is 10:15. We gaan nu nog even 1 theetje drinken. En eventjes 2 tellen zitten. En dan gaan we gewoon slapen. We zijn heel erg moe. En morgenochtend ga ik Zumba doen in plaats van vandaag. Even de andere hand. En we gaan in de loop van de dag naar Sven's ouders toe. En dan gaan we daar brunchen voor de verjaardag van Sven's moeder. En dan zien we Niels weer en dan nemen we die lekker mee naar huis. Ja. Nou, ik ben aangekleed. Dit is wat ik aan heb. Een trui. Ja, die achterkant is vooral leuk. Er zit een soort, ik weet niet of je het een beetje kunt zien, een soort doorschijnend stukje. En een spijkerbroek, ik wist al niet. Ik,
Ik heb dat wel eens, vooral rond de tijd van de maand. Dan heb ik een moment, ja, ik weet niet, misschien herkennen jullie dit. Dat ik denk, niks in mijn kast is leuk. Ik vind alles stom, alles staat me stom. Ik ben er klaar mee. Nou, dat. Dat heb ik altijd als er maar in combinatie met tijdsdruk. Dus we hadden heel erg haast. En dan gaat het mis. En Sven weet het ook. En denkt, ach, dan gaan we weer. En dan haal ik alles uit de kast. En uiteindelijk weet ik het gewoon niet. Nou, ik heb dit aangedaan. We doen het ervoor. Net nog een was opgehangen. Sven is nog even snel naar de Albert Heijn. Oh, mijn telefoon gaat. Zal je hem hebben? Oké, echt even hoor. Een duimpje omhoog voor wie dit herkent. Altijd als ik, zeg maar, Sven belt mij en ik neem op. Dat is zeg maar een beetje zo gaat in het leven. Ik bel Sven en Sven neemt echt nooit op. Echt, ik denk 90% van de tijd neemt hij gewoon niet op. En dat is zo irritant. En dat is omdat hij het gewoon niet hoort. Hij heeft zijn telefoon vaak op stilstaan of op tril of zo, maar hij merkt het niet. En het is echt super irritant. Want nu is hij dus in de supermarkt. Heb ik hem dus echt, ik denk wel 36 keer gebeld. In de hoop dat hij op een gegeven moment denkt, hé, waarom trilt mijn broek de hele tijd? Nothing. Want hij moest nog een cadeaukaart meenemen. Nou, en dat weet ik dus. Nou, heb ik hem dus niet te pakken gekregen. Dus hij komt zo thuis en dan is hij, oh ja, Tony, heb je niet gehoord. Zo, wie herkent dit? Dat is echt mijn grootste irritatie bij Sven. Love the guy to death, maar dat vind ik echt mega irritant. Het is, terwijl bijvoorbeeld s'avonds, en is ineens het telefoon aan het piepen. Dus dan denk ik, en ik zeg ook altijd, hoe doe je dat met je werk dan? Als niemand je te pakken kan krijgen. Oké, duimpje omhoog voor wie dit herkent en wie dit irriteert. Ah, oh. Wij zitten in de auto terug. Ik ben helemaal vergeten te filmen, maar het was een heerlijke brunch. De ouders hadden allemaal lekkere dingetjes gemaakt en ook heel veel lactosevrij, dus super lief. We waren de buggy vergeten, dus we moesten weer een stuk terugrijden. Maar inmiddels zijn we bij Amersfoort, dus we zijn weer bijna thuis. En Niels ligt lekker te slapen achter in de auto. En wij, het is nu 4:15. En zoals we thuis zijn is het denk ik half zes, iets over half zes. En dan gaan we vanavond eten we alleen nog een soepje, een groot paprika soepje. En dan vanavond natuurlijk nog Homeland uiteraard. En dat is het dan weer voor dit weekend. Zo, wij zijn hier zitten er klaar voor Homeland. We hebben net bed opgemaakt. We hebben weer dit fijne dekbed. Dit is van de IKEA. En we hadden een hele tijd die mooie grijze. Waar ik een keer ook... ik heb een keer een filmpje en foto's gemaakt van de slaapkamer, zeg maar. Nu hebben we weer deze en die is ook zo fijn. Dus daar gaan we heerlijk op slapen. Oh, je ziet hem maar in de kussen niet. Kijk hier. Oh, twee kussens, ja. Dus we gaan nu lekker Homeland kijken en dan lekker naar bed. Ik heb nog bananenbrood in de oven zitten. Maar ik dacht, ik sluit alvast af. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden om te zien. Oh, ik heb het geluid van de tv aan laten staan. Nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doeg!